Maar Johan heeft nu een krachtig signaal. Dus John, kijk meer. Johan vliegt. Ja, we kunnen net zo goed geld over. Meneer de Mol, kunt u gewoon uw rekeningnummer mailen? Dan maken we het geld wel over. Nee. Dat kan toch niet? Rommelpraatmaker Dennis Schouten werd vandaag met een behoorlijke kater wakker na een avondje stappen door een messteek in zijn gezicht. Peter Plasman, advocaat van de familie de Mol, heeft een sommatie naar Roddelpraat gestuurd. De Mol is een bodemprocedure gestart tegen Dennis Schouten en Jan Roos. Vertellen ze in Roddelpraat. Roddelpraat versus Femke Louise. Ik heb onlangs wel een rechtszaak gehad met Roddelpraat. Daar ga ik het niet over hebben. Dat laat de zangeres weten in reactie op een video van Roddelpraat. Een bom ontploft toen Roddelpraat met een verhaal kwam over Carla Bosshardt. Dennis Schouten en Jan Roos, inmiddels wereldberoemd in Nederland met Roddelpraat. Oh ja, Roddelpraat, verrek. Blijven klappen. Waarom, waar moet dit? Ja, dit is het koningslied van de koningsspelen. Koningsdag komt eraan. Ik denk, ja, daar moeten we toch even lekker warm voor worden. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja, het koningslied van de koningsspelen. Doen jouw kinderen niet mee aan de koningsspelen? Nee. Nee. Dat is toch verplicht op school, de koningsspelen? Ja, maar mijn kinderen zitten op de middelbare school. En wij zijn thuis overtuigd republikein. Okay. Je dacht dat dit soort koters op een middelbare school ontlopen. Die zijn zes. Mooie dag om... Ja, en we hebben weer een nieuwe kledinglijn voor Koningsdag. Ja, daar weet jij niks van. Nee. Maar u ziet hier achter drie verschillende patronen. Hè? Ja, voor leuk. Ieder wat wils, mocht je met ze aan de bal gaan. Drie verschillende Roddelpraat Koningsdag spullen. Maar ik dacht gewoon even lekker warm worden met een Koningsdag. Ja, leuk. De zigzag. Ik heb de hele week geoefend. Ik weet niet waar het over gaat. Ik weet ook helemaal niet dat we Koningsdag spullen verkopen. Want ik zat dus... In Spanje. Ja. Ik heb een hele edelgure, maar enorm dikke, rijke, pafferige vriend. Nou ja. En die heeft. Ja, nee. Ik ken onaardig. Die man. Ik ken die man. Onaardig. Ik ken die man. Niet nodig, maar ik was dus een weekendje weg. Daarom zie ik er ook een beetje licht magenta uit. Ik ben verbrand. Ik zat gisteren op een bootje en ik heb me niet goed ingesmeerd. Ik sta in de fik. Ik zou het liefst gewoon in een bad van yoghurt liggen. Met zo'n rietje. Als je op de buik van die Peter gaat liggen, die vriend van jou, lig je in een bad met yoghurt, toch? Ja, ik heb die man dus ontmoet. Waarom doe je zo onaardig? Ja. Die man heeft me meegenomen. Die heeft op een reisje. Ja, die man heeft ook genoeg ping-ping. Ja, kan heel Nederland wel mee. En dan ga je heel onaardig. Nee, ik heb die man ontmoet. Je hoeft dat niet. Wij waren toen voor die Mallorca-serie op pad. Toen zei ik, heb een hele leuke vriend... hier in Mallorca, moesten we naar de andere kant van het eiland... Ja. Om bij de grootste patjepeer van Nederland aan te komen. Die alleen maar geld hier en geld daar, rijke mensen hier. Hele bekakte mensen zaten toen bij ons. Die waren helemaal niet bekakt. Ja, die waren heel bekakt. Ja, dat vind jij bekakt. Want alles wat een beetje ABN spreekt, vind jij al bekakt. Die man is kaal en dik en heet Peter. Hij kijkt ook. Dus dit gaat geen gedoe. AFM. Verschrikkelijk verbrand, maar wel een leuke tijd gehad. Met Peter? Zeker. Ja, zo iemand kun je beter te vriend houden met dit soort reisjes. Ook waar. Ja. Nee, was hartstikke leuk. Hoor Peter nog vertellen over zijn business? Nee. De ping-ping? Nee. Nee, heeft hij niks over verteld? Nee, heeft hij niks over verteld. Gaat hij goed met Peter? Gaat hij goed met Peter? Dat ik wilde net zeggen. Wat doe je toch onaardig? Ik vind het onnodig. Nee. Ik vind het onnodig, grievend. Nee, het is een doodgoede man voor jou, maar pot. Het is gewoon een patjepeer. Ja. Nou ja, goed... Dus je was met de paas en met Peter? Ja. Heb jij nog iets leuks gedaan? Nou ja. Oh nee, wacht even. Jij hebt natuurlijk helemaal niemand meer om mee iets leuks te doen. Nee, absoluut wel. Absoluut wel. Nee, ik was met de paas en moest ik mij voorstellen aan de ouders van iemand. Nou kijk, ja, nee, dat heb ik heel lang uitgesteld. Ja, dat gaat meestal niet goed. Nee. Ik heb dat heel lang uitgesteld, maar ik ging naar de ouders van iemand. Nou, dit speelde zich allemaal af in Ede. En ik kwam daar aan. En dan kom je dan binnen en dat was een 201 kapwoning, allemaal heel normaal en leuk en zo. En
ik kom daar binnen en die moeder komt eraan. En die heeft een half uur verteld wat voor een verschrikkelijk nare man jij bent. En dat ik daarmee samenwerk, dat ik mezelf verlaag om met zo'n man samen te werken. Toen kwam die vader eraan. Je bent niet zijn bloedgroep. Dan citeer ik hem. Ik heb een uur lang de wind voorgehaald omdat jij zo'n... Maar wacht even. Jij verlaagt jezelf om met mij iets te doen? Ja. Nou, dit is toch een uniek moment. Ja. En wat zei die moeder over mij? Dat jij gewoon een naar mannetje bent. Naar negatief mannetje. Altijd maar mensen beledigt. Wat weet dat de huiswijf van mij? Helemaal niks. Nou ja, ze had gekeken. Ja. Mevrouwtje, ik kan er ook allemaal niks aan doen. Maar ik vind het een beetje raar om over mij te beginnen. Uw dochter die gaat naar een of andere hoerenkast met hem. Nou. Ja, uw dochter binnen een half uur lag ze met de benen naar boven. In een half bordel. Ja, maar dat is uw dochter. Kunnen we over mij beginnen, maar uw dochter is hier de sloerie, niet de mijne. Oh. Ja, uw dochter doet het met deze man. Ja, maar uw dochter heeft nu chlamydia door deze man. Nee, maar het is ook lekker. Die vader heeft misschien een verkeerde bloedgroep, maar zij heeft in ieder geval een verkeerde ziekte tussen de beentjes. Nee, ja, maar heb je er al chlamydia gegeven? Nee, dat heb ik niet. Het zou ook leuk zijn als ik daar weer kom dat het beeld is bijgekeerd. De wijf kan van mij de tering genieten. Ja. Slaan op. Met de mens, je kent me niet eens, joh. Ja. Als jij druk maakt over de wereld, zou ik mijn dochter een beetje opvoeden. Ze niet met de eerste beste proleet uit de Glanenbrug gaan liggen ketsen in een of andere ordinair van de Valkie. En dan meent je mij afzeiken. En die kerel, verkeerde bloedgroep. Wat een verkeerde bloedgroep. In een 201 kappie wonen. Waar heet dat poepgat? Je wordt zelf in de huurfles. Als je vakantie wil, moet je naar die dikke dente. Hallo, even een beetje. Ik woon in Bergen. Dit is alweer een of de depressieve Phoenix weg zijn. Waar wonen die mensen? Ede. Godverdomme, wat depressief is dat, joh. Ede is het doucheputje van het poepgaatje. Toch nou toch op, man. Oh ja, we hebben zo'n leuke gevierguurzaagde zwaan met een strikje in de kozijn staan. Tik het toch op, je voet je dochter toch eerst op. Mijn vuile slettenbak. Ah, jij kent die dochter, ze schat. Oh, ze ging wel heel snel met je verrettige tetvriend. Ja, maar dat kwam omdat ze heel laat in de avond aankwam. Oh. Je had geen tijd om even te eten. Dat zou ze meenemen van mij, had ze toen niet gedaan. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. En op een gegeven moment moet je dan naar die ouders, eerste paasdag. En dat was allemaal heel christelijk. Oh, de collierlijst. Dat is een vrij christelijk gezin. Christelijk gezin? Ja, met naast Barneveld, et cetera. Die gaan naar de kerk. Dat zijn dat, oh, dat is dat nou, volk. Niet meer echt. Ja, dat niet meer echt, maar wel een fariseers. Beetje. Ja. Die zijn er, die, wij geloven in iets. Wij geloven in iets. Nou, als er een god was geweest, was je dochter niet zo'n eenvoudige sloerie. Ha, Jan. Kijk wel, die had ingegrepen. Nee. Die dacht voordat zij bij dat bordeel met al dat rode plus. Dat was geen bordeel. Dat zag eruit als een bordeel. In een bubbelbad. Ja, nou ja, wij zaten... Gadverdamme, dat bubbelbad is helemaal vol de spermazoïden. En dan ligt die dochter erin te zwemmen. Alsof het normaal is, op die leeftijd. Gadverdamme. Nou, dan doe je weer alsof dat heel jong is. Het is ruim volwassen kind. Vrouw. Daar kwam Freud even omdoen. Ruim volwassen vrouw. Nee hoor. Nee, ik ben teleurgesteld dat die mensen zo onaardig waren. Maar goed, misschien even verder over die avond. Dus ik kon er binnen en dan zit hij daar het programma te maken. En die deugt niet. En dat is een teringweef. En dat is een klootzak. Over jou. Dat juist. En dan zeg je, zit ernaast. Je moet ingrijpen. Ja, dat vindt ze waarschijnlijk nu ook dat ik had moeten ingrijpen. Maar goed, dat heb ik gedaan. Dat zag u, maar ik kwam niet helemaal tussen. Nee. Tussen beiden. Nee. En dat is toch belachelijk. Het is toch belachelijk. En daarvoor ook. Schreeuw met het Oekraïne-referendum. En dat mensen niet op hem hebben gestemd. Ja, dat snapt iedere gek toch wel. Maar als dat vrouwtje zo moeite met me heeft, waarom gaat ze niet lekker andijvie wassen in plaats van naar me kijken? En dat onderwerp heb ik uiteindelijk weer weg te duwen. Dus ik was opgelucht. Na een half uur had ik de wind van vorm gekregen. Zweten onder de arm staan. Onderwerp weggeduwd. En toen gingen we in. Paas in. Ik zeg, nou, wat gaan we doen? Chinees in. We gingen Chinees in. Ja. Wat een armoevolk. Nou ja. Chinees. Even die bakkies. Ja. Fuyonghai. Ja. En Babi Pang Pang. Ja. Nou, wat een treurigheid. Ik had van tevoren zelf nog gezegd, misschien kunnen we iets paasachtigs doen. Nou ja, dat werd Chinees. Ja. En toen ging het helemaal mis. Want toen op een gegeven moment ging het over abortus. Ik weet niet hoe we op dat gesprek kwamen. We zaten met Chinees. Ik was met die vader meegegaan. Zij, ik dwing meestal sletten zoals je dochter tot abortus. Nee. Via mijn manager. Jan. Is zo. Nee. Ja, maar is zo. Is ook helemaal geen sletten. Dat is een schat.
Ja, lief het. Als je ziet, ja, ze helpt mij nou door een moeilijke tijd. Ja, door een moeilijke tijd, Dennis. Binnen een half uur las ze godverdomme naar het plafond te staren. Nou ja, nou, dat was een begin en dat was een goede start. En daarna kwam een goede tijd mooi start. Jongen, jij kent jouw vriendin ook van vereerde hoteldate, hoor. Toen jij een vrouw had met kinderen. Ja? Gaan we diep. Nee, helemaal niet. Ja, volgens mij lag ze ook direct met de benen naar het plafond. Helemaal niet. Of hebben jij op de buik gelegd? Ja. Dat je weer een andere gat. Ja, daar is ze gek op, hè? Nou ja, goed. Ja. Maar ja, goed. We zaten daar. Ik moest met die vader mee Chinees aan. Nou ja, moest. Ik ging mee. En toen stopten we bij zijn garage. Die van heeft een... is een Fiat dealer. Ja, ja. We, ja. Een Fiat dealer? Ja. Over kutauto's gesproken. Die dingen die donderen al uit elkaar voordat zij in Italië binnengekomen bij Barneveld. Ah, een auto eens op. Die man die verkoopt Fiat Panda's. En die gaat er over mij vertellen dat ik een verkeerde bloedgroep heb. Nou, jij hebt een verkeerde automerk, vriend. Jongen, nee, maar hij is heel idolaten over die Fiat. Fiat is een verschrikkelijk slechte auto. Limousine. Ja, waardeloze auto. Ja, ik zou zeggen, zonder dat ik boos ben op die man. Ik ken die man niet. Ook al is het verkeerde bloedgroep. Ik zou geen Fiat kopen en allemaal niet in Ede. Nee. Ja, dat is een doen. Geweldige garage. Hoe heet die garage? Ja, Autohuis van Wierdum in Ede. Ja, kloten. Nee, dat is zo'n garage. Nee, kloten. Nee, dat is zo'n garage. Ik heb gehoord dat die Fiat Panda's daar... de flikkerde de wiel op al van als je op de hoek bent. Bij nou, die had hij er ook niet staan. Hij had er veel poeten staan en Cinquecento's. Ken je dat, Cinquecento? Ja, Cinquecento. Dat is een hele kleine, lelijke, hele slecht gebouwde auto uit Italië. Ja, maar ze hebben er ook Fiat Coupés. En dat zijn daar de mooiste dingen die er staan. Nou, maar goed, dat goed. Prima. En toen kwamen we daar. En toen begon die moeder ineens over abortus. Abortus is moord. Abortus is moord. Ja. Wat een gezellig paasje eten. Nee, ja. Dus, zit toch liever op een bootje Mallorca? En toen die vrouw, die abortus is moord. En dat ze ook vonden dat ze maar voor die kliniek moesten staan en demonstreren en mensen afbraven. En toen zei ik, ja, ik zeg... En toen zei ik, nou, ik zeg, u verweert zojuist dat mijn rechterhand altijd zo'n extreme uitspraak doet. Maar wat u zegt is ook heel extreem en misschien ook wel kwetsend. Ik zeg, stel nou, ik heb ooit een vriendin gehad of een scharrel of een affaire die dat heeft moeten doen. Van Maurice Kroon. Kan dat heel kwetsend voor mij zijn? Nou, ja. In dit geval was het natuurlijk meer een opluchting dan kwetsend. Ja. Toen dacht ik, dit kon niet meer goed. En toen kwam echt uit de hemel naar beneden gevallen. Bleek dat er een ander familieschandaal ineens boven kwam. Nou, die vader was een zakkenas. Maar toen deugde ik toch weer een beetje. Welk andere familieschandaal? Ja, daar mocht ik niks over zeggen. Dat die moeder het een tijdje met haar eigen broer heeft gedaan? Nee. Want dat doen ze daar allemaal. Nee. Ja, want dat doen ze allemaal. Nee. Eén groot inzicht en inteelt gebeuren daar. Nee, maar uiteindelijk... Hoeveel ogen heeft die vriendin van jou? Twee. Nou, dat valt ons bij. Ja. Ja, nou ja, vergeleken met een Pasen bij je eigen familie was dit waarschijnlijk heel leuk. Ja, nee, maar er was geen Pasen bij ons. Nee, dat weet ik. Nee, ja, dus dat was geen Pasen. Jullie vieren niks meer. Nee. Ga niet weer huilen, hè? Nee. Ik stond wel even bij stil. Nee, ik ben wel helemaal langs pa gegaan. Maar ik ga dit weekend weg met pa. Leuk. Ja, ik... Overigens, als je goed naar het hoofd van je vader kijkt... lijkt het ook een beetje op een paars ei. Dit nou weer, ja, nou is toch zo? Ik probeer iets aardigs te zeggen over mezelke. Ja, en Pasen. Ja, en Pasen. Ja. Het is, lijkt mij, een van de vrolijkste paaseieren van Gladenbrug. Ja. Het is alleen de enige paasei overigens wat continu naar bier ruikt. Ja, dat heb jij een beetje met kroket en frituur. Ik denk dat jij naast Peter heel slank hebt gevoeld deze week, hè? Onaardig. Mochten jullie deze week toch een autootje kopen bij Autohuis van Wierum te Ede, dan lever ik hem af. Zou het niet doen? Nou, daar zit garantie alles op flikker te geneten. Ah, die Italiaanse troep, joh. Dat roest toch godverdomme al terwijl het binnen staat. Ik wou daar voor jou een Cinquecentotje halen, maar ja, dat houdt er nu ook op. Oh, wat jammer. Oh, ja. Pas er niet eens in met mijn dikke lijf. Ja. Goed. En dan gaan we door naar de uitzending. Ach, leuk. Ja, want over auto's gesproken, dan gaan we deze week naar Enzo Knol. Wat zeg je ervan? Zijn vriendin reed 170. Ja, nou, eigenlijk nog harder, maar ze kon 170 meten. Oké. En toen begon Enzo een politieagent uit te schelden. Ja. Heb ik allemaal gehoord. Gaan we dan. Hij heeft een spannend muziekje ondergezet. Ja, dat is wel spannend. Leuk. Hij moet verkopen, hè? Ja, nee, ik begrijp het. Kijk eens eventjes. Hoppakee. Politie. Goeiedag. Goeiedag. Zou je de portier even willen openen? Ja hoor. Ja, dankjewel. Jonge dames, zou het nu, als je me filmt, vind ik helemaal prima.
maar van tevoren het kenbaar maken, is dat fijner of niet? Oké, nou volgens mij mag het wel gewoon. Ik zeg gewoon niet dat het niet mag, toch? Nee, klopt. Oké. De snelheid. Vanuit Smilde ben je opgevallen en het valt door meerdere mensen komen de meldingen binnen. We kunnen horen dat het in Drenthe is, hè? Dit is nou het verschil tussen Drenthe en Twente. Het klinkt in mijn oren gewoon nog steeds als iemand die niet helemaal lekker bij zijn paas is. Je hoort... En of het nou uit Drenthe of Twente. Wat is het verschil? Zeg jij nou eens iets in het Twents en hoe is het anders in het Drents? Dan zeg je... En dan... Nou, Twents is... Wie gooit in met paasvuurking? En Drents is... Wie gooit in met paasvuurking? Ja, dat is voor mij Chinees en Chinees. Ja. Yes? Ja. Ik ben regelmatig aangehouden door de politie omdat ik een Lamborghini Urus rijd. En dan doen ze vaak controles om te kijken of alles goed gaat. Ja. Ook omdat ik wel eens in de nacht rijd. Maar ik heb nog nooit een agent gehad die zo fel erop tegen was dat ik aan het filmen was. Dat is eigenlijk altijd wel prima. Maar ik zeg ook altijd dat ik aan het filmen ben. Zie je ook natuurlijk. Maar ik dat zei hij toch niet? En, hij zei al van, ja, het is wel fijn als je het kenbaar maakt. Ja, de deur gaat open. Het eerste wat hij zegt is, het is wel fijn als je het kenbaar maakt. Ja. Ach ja. Ach ja, zegt hij. Ik vind sowieso de manier waarop je naar de auto toe loopt en de deur probeert open te trekken en dat ik het raampje open doe en de manier hoe je me aanspreekt heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt. En als je nu een voorbeeld gaat aankaarten dat er mensen in Friesland dood zijn gegaan en dat je dat zo bij ons neerlegt. Nou ja, met een hoge snelheid. Ik vind, ik vind dat geen manier van hoe je met iemand in gesprek gaat. Nee. Ja Jan, hoe zit jij erin? Maar ik vind die Enzo Knol zo ongelofelijke drol. Totaal niet leuk. Die man is totaal niet leuk. En die gaat nu een agent die zijn werk doet. Die de lelijke del van hem aanhoudt omdat ze te hard rijdt. Lelijke del, die Myron. Ja. Zeg geen mooie vrouw. Of. En dan gaat hij die agent even een lesje leren. Waar haalt hij het vandaan? Waar haalt die man het vandaan? Ja, en, hoe je hier aankomt lopen. En hoe je het portier open doet. En hoe je tegen mij praat. Want hij is Enzo Knol. Enzo Knol. Ook bekend van dat hij al een paar honderd keer in zijn vlog naar McDonald's is gereden. Die man is totaal niet interessant. Helemaal geen leuke vent. Ik vind het een waardeloze klootzak. Maar hij is natuurlijk al vaak van de weg gehaald, want hij rijdt een Lamborghini Urus. Ja, ook dat. Ja, ik word heel vaak... Want ik rijd een Lamborghini Urus, dus ik word heel vaak van... Overigens, wat een lelijke auto is dat? Nou, ja, dat vind ik echt een lelijke auto. Nou, niet zo lelijk als een Fiat Panda of een Fiat Cinquecento of die andere troep die schoonvader van hem verkoopt. Maar een Lamborghini Urus is echt een lelijke wagen. Vind je die een lelijke wagen? Ja, ik ga niet betalen, maar ik vind het mooiste wat er is. Niet? Ja, nou, daar ben ik wel eerlijk in. Ik vind dat een mooie auto. Je hebt ook een smaak als een spruitje, Schouten. Ja, nou ja, sorry. Nee, dat vind ik een lelijke auto. Hm. Maar hoe hij dan met zo'n agent omgaat, wat moet zo'n jongen nou? Hm. Wat een verschrikkelijke vervuilde jongen. Maar het schijnt wel dat hij bijna iedere dag als een gek daar staat te scheuren, hè? Die man rijdt toch altijd aan vreselijk hard? En dat filmt hij toch ook? Ja. En dat kijken veel mensen naar. En hij verdient er meer aan dan dat die boete hem dan kost. Ja, nou ja, ik vind het asociaal. Ja, treurig. Maar ja, goed, en op een gegeven moment, dan komt er ophef. Hè, want hier viel heel Nederland over. Dan vind ik het, eigenlijk vind ik dat het allertreurigst. Wat? Nou, dat we dus nu in een soort samenleving zitten. Waar dan mensen grote bekken hebben en weet ik wat. En dan een paar dagen later hun excuses gaan aanbieden in de media. Flikker op. Praten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn excuses wil aanbieden. Dat ik me op deze manier heb gedragen en het online zet. En, hoe oud is deze man? Ja, een jaar of 30. Zit met een petje achter zijn voren bij een talkshow. Ja. Zijn excuses aan te bieden voor manse praatjes tegen een agent. Ja. Wat een treurnis. Ja. Man is 30. Ja. Die is ouder dan jij. Ja. Ik zie je voor dat jij met je... Met een petje onder achter ze boven bij bogen zitten. Je excuses aanbieden. Ik vind sowieso mensen met petjes wel wat zieligs altijd. Nou ja. Maar als je op vakantie bent in de zon is het allemaal leuk. Maar dat had ik moeten doen. Godverdomme, ben ik verbrand. Ja. Maar kom op. Dat zo'n petje achter ze voren met 30 jaar oud is gewoon heel triest. Het mooie is dat hij hier ook nog wat. Als hij zeg maar, hij verdient dan geld aan dat filmpje. Want hij heeft wel YouTube advertenties. En wordt ook wel aanbevolen door YouTube. En wij niet meer. Ja, waren wij vorige week weer even een conflictje. Godverdomme. Ik dacht dat we het hadden opgelost met YouTube. Ja. Nee, we zijn vorige week weer gestraft. Dat godverdomme, kan je dat wegpiepen? Want anders worden we weer gestraft. Of mag je wel godverdomme zeggen? Dat is Nederlands, ja. Dat is niet erg? Nee. Nou, laat het maar, dat godverdomme. Ook voor die christelijke ouders van... godverdomme. Bestaat ook niet, hè? Die man...
Oh, er zit een man op een wolk. Met alle touwtjes in de handen. En als het goed gaat, komt door hem. En als het slecht gaat, komt het ook door hem. En als ik doodga, heeft hij een heel speciaal kamertje. Dat noemt hij de hemel. En dan zijn we altijd heel erg blij en gelukkig. Maar als wij stout zijn, en dan gaat hij ons naar een ander speciaal kamertje sturen. En daar brandt het. En dan is het heel warm. En dan ben je lekker aan het zweten. En dat heet de hel. En dan loopt de Satan. En die loopt op geitenpootjes. Die heeft een rare staart. Als volwassen mens. Kan je dat geloven? Ja, dat was een man. En die had op een gegeven moment een glas water. Dan gaf hij er twee klappen op. Was een glas wijn. En dan was hij zo besopen. Dan liep hij zo over het water terug naar huis. En dan geloof je. Ja, 2000 jaar geleden was dat. Flikker toch op! En die zitten dan een beetje met een paas... met een paas brunch. Met Chinees notabene. Jou te vertellen dat ik hem debiel ben. Man op een bolk. Man op een bolk. Ja. Rollentouwtjes eronder. De kern is duidelijk. Ik moet daar... wanneer is de volgende christelijke feestdag? Ik denk niet meer dat jij kan. Nee, ik hoef daar niet meer naartoe. Zo is het. Zorgen. Wanneer is onze rechtszaak? 24 april. Nee, 26 april. Godverdomme. 26 april. Dan gaat John de Mol van ons weer. En ik heb met onze steradvocaat Johan Pieter Zwerver gezeten. En? Ja. En Johan Pieter zei, zeg maar... dat ik een boodschap heb voor John. Nou, dat stuurde Johan mij door. Was hij dronken weer? Nee, Johan is niet echt van de borrel. Die is zeldzaam vaak dronken, man. Jij stuurt altijd filmpjes dat hij totaal bezopen is. Maar Johan heeft nu een krachtig signaal. Dus John, kijk mee! Dat Johan vliegt. What the f***? Ja, we kunnen net zo goed geld over. Meneer de Mol, kunt u gewoon uw rekeningnummer mailen? Dan maken we het geld wel over. Nee. Dat kan toch niet? Nee, kijk nog één keer. Johan Pieters vliegt de Mol te goed. Een vogel tegen de Mol. Ja, komt ie. Nou ja, je ziet Johan Pieters een stukje vliegen tussen de kraaien. Ja. Hij zei tegen mij, Dennis, kun je dat meenemen in de uitzending in als statement? Want hij wil graag een beetje oorlog voeren. Alvorens het, daadwerkelijk het spel, der spel. Maar even serieus, als dit oorlogvoering is... Ja. We hebben aangetoond dat onze, ik wou zeggen advocaat, maar is hij niet... ons juridisch adviseur... een totale staatsmogol is. Ja, nee. Wat hebben we nou aangetoond? Ja. We hebben aangetoond dat we 100.000% weer gaan verliezen. Ja, Eén ding hebben we niet aangetoond... is dat we heel veel geld ook moeten betalen aan de advocaat. Want MC Radbuitje is te duur geworden voor ons. Nee, Johan is wel wat goedkoper. Ja, maar dat is ook niet zo gek. Ja. Wat zeg je hiervan? Jezus Christus. Ook Johan Pieters, maar we hebben ook. Heeft die man een beetje te veel tijd of zo? Ja. Verschrikkelijk. Dan 10 jaar lang koning Willem-Alexander in Nederland. 10 jaar is hij nu met de scepter. Proficiat daarmee. Ja, dankjewel. Ja, nee, ja, precies. Ja. Ja, jij weet een beetje hoe ik erover nadenk. En hij komt af en toe ergens opdagen met die gele tandjes van hem. Knipt hij door een lint. Zwaait hij 3 keer, gaat hij weer naar huis. Ja. Kost 425 miljoen euro per jaar. Die gekkigheid. En dan heb je die vrouwen, die kinderen er al bij in. 425 miljoen per jaar. Ja, betalen wij aan dus het Koninklijk Huis. Ja, maar dan heb je wel een uithangbord. Nee, uithangbord voor wat? Ja. Voor corruptie? Ja, nee. Voor nepotisme? Nee. Voor wat? Voor Nederland. Dus de reden dat die man boven de wet staat... is omdat hij toevallig uit de baarmoeder van Beatrix is gesodemieterd. Waar zijn we? Dit is 2023. Fake het op, man. Dat is toch belachelijk? Die man heeft toch van alles te zeggen ook, hè? Die heeft echt... Heb je hem wel eens in die ogen gekeken van hem? Nou, OJ die kijkt nog slimmer uit. En dat zegt wat. Nee, maar luister, wil je eerlijk zijn? Willem-Alexander. Ik kan niet aanhoren. Wat heeft hij ons nou verteld? Niks. Ja. Thuis. Ja. Vol. Ja. Bezoeken. Ja, thuisgevoel. Want iedereen moet zich altijd overal thuis voelen. Ja, in de binnensteden, buitensteden, maar ook Boomwagenkamp. Ja, ook. Maar dat is toch raar? Ogen van de koning. Het gaat dus nergens over. En weet je wat het is? Ik zal je vertellen wat het is. Hm. Het is... PR.
Het is oranje propaganda. Nou, was dit een goed PR-stukje? Nee, want het valt ook niet te doen, want deze gozer is ook niet zo snugger. Punt is alleen, het Koninklijk Huis, minder dan 50%, staat er nog positief tegenover. Ja, daarom deze PR. Dus ze doen allemaal. Daarom heb je toch ook dat lelijke nichtje van hem. God weet dat wij nou. De influencer, de grafin. Oh, van Oranje. Ja, die is grafin zonder graafschap. Die is ook voor de oranje propaganda. En dit ook. Dat we dan denken, god, wat een leuke man. Ik doe een oranje opblaasklomp op mijn hoofd. Ik roep oranje boven. Nou, wieberen met die gasten. En we hebben ze te koop staan. Als u er mooi bij wil op Koningsdag, dan kijk eens hier. Kijk, ik ben niet heel erg voor de monarchie. Maar als je dan in het oranje wil lopen, ga dan even naar de rollenpraat.shop. Ja, met allemaal afbeeldingen van zijn hof erop. Ja, nou ja. Ja. Dat noemen we. Maar goed, nog één keer, want de boodschap kwam niet helemaal over. Luister nou goed. Ja. We gaan naar een hoofdthema. Een hoofdthema. Het thuisgevoel bezoeken. Thuisgevoel. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet wel. Zeg maar, het thuisgevoel bezoeken vind ik al een moeilijke term. Maar de Edwin Evers, die had miljoenen publiek met zijn shows. Ja. En die gaat dus nu met de koning van een papiertje. We gaan nu naar een hoofdthema. Ja. De thuisgevoel bezoeken. Ja. En dan begint Wim Lex. Ja. Ja, dat is heel belangrijk dat mensen zich thuis voelen. Ja. Gast, doe dan niks. Ja, geef Maxima een beurt. Maar goed, stel nou Jan, je hebt ook een periode gehad. Toen moest je de eindjes aan elkaar brengen aan het einde van de maand. Ja, ja, stel ja. Nou, op dat moment bellen ze jou, verkeerd verbonden. Jij neemt me op, hallo Jan Woos. Ja. Zeiden ze dan, wij gaan een podcast opmaken met de koning. Ja. Nou, en dus, dan dacht je, nou ja, goed, wat schuifdaad? 50.000 euro. Ja. Nou, dan ging je er zin. Ja, op. Hoe had jij dat dan gedaan als hier stond thuisgevoel bezoek? Ik Willem-Alexander, we waren begonnen. Nou, ik had gezegd, hier staat dat dit een hoofdthema is. Ja. Lijkt me stug, ik heb nog nooit van die onzin gehoord. Want thuisgevoel bezoeken, waar gaat het over, man? Ja. En vertelt hij dat, dan zeg je, nou, kut. Dan grijpt iemand in. Want dat is niet hoe het gaat. Ja, luister. Ja, je kreeg de wilde centen of niet? Edwin Evers heeft nu ook eerder geen baantje. Die krijgt nu ook. Ja, maar niemand weet iets van thuisvoelbezoeken af. Dus die koning, die heeft al een onzinnige rol en positie. Maar verzin dan even iets beters dan dit. Nee, ik had het inderdaad niet, dat had het niet gered. We gaan naar een hoofdthema. De thuisgevoel bezoeken. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet wel dat. Is het eigenlijk het thuisgevoel bezoeken of de thuisgevoel bezoeken? Het zijn de bezoeken, dus de thuisgevoel bezoeken. Oké, okay, nou ja, dan had ik het ook niet gekregen. Regelmatig. Wat is het? Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen. Ja? Waar hij of zij woont. Oh. Herkomst, wat dan ook. Herkomst, wat dan ook. Dat is niet altijd het geval. Huh? En er zijn een heleboel verschillende situaties. Kijk, thuisgevoel bezoeken is een soort containerbegrip. Oké. Ja. Let op. Stel nou. Dat ik mij thuis, of wat dan ook, niet thuis voel. Ja. Dan komt die dikke met die gele tandjes. Komt ding dong. Ja. Hallo, met de koning. Voel jij je lekker thuis? Ik zeg, nou, ik zie je niet helemaal lekker. Voel me niet helemaal lekker thuis. En dan wat? Ja. Ja, hij doet zo en dan heeft hij een nieuwe kasteel. Ik vind het raar. Ja. Maar goed. Containerbegrip. Ja. Voor allerlei verschillende situaties. Maar het geeft wel een soort lijn aan waarbinnen je dan verschillende bezoeken aflegt. Daarna ook weer opnieuw teruggaat. Een paar keer teruggegaan naar de plek. Hoe is het 5, 6 jaar later? Enzovoort. Dus dat kan in binnensteden zijn. Dat kan op het platteland zijn. Dat kan een woonwagenbewoners zijn. Allerlei verschillende niveaus kan dat zijn. Ik denk dat het een heel goed. Die man die klinkt alsof hij gezopen heeft. Ja. Maar die heeft gewoon een paar whiskytjes gedronken. Die denkt, komt die Evers straks? Ja, ik heb hier ook gezin in. Het moet van de RVD. Komt die Edwin Evers van de Edwin Evers Band. Die komt straks vragen stellen. Over de thuiszorg bezoeken. Ik neem een paar whiskytjes. Ja. En daarom zegt hij, ja, dus ik ga ook terug. 5, 6 jaar. Bolwagens. Ja. Denk je dat hij een bolwagenkamp is geweest? Ja, maar wel een geselecteerde. Niet eentje waar de hasje wordt gekweekt. Nee, dan, is heel goed. Bezoek woonwagens. Ga ik ook terug? 5, 6 jaar? Nee. Demi de Boer. Jij kent Demi de Boer? Ja. Is Demi de Boer de dochter van Ronald de Boer, hè?
Ja, daarom heet ze ook de boer. Wist je nog, de laatste keer, ze kon ook toch zeggen Frank de Boer. Zeker. Of Johan de Boer. Dus of van Melkboer. Ja, alle boertjes. Ja. Maar goed, zij is dus de dochter van Ronald de Boer. Ja. En de laatste keer dat jij Ronald de Boer sprak, was ik bij. Ja, dat was, ja. Ja, dat was een mooi gesprek. Dat was hij werd boos. Ja, hij werd boos. En hij verliet de room. Ja, er was een soort van chatroom, online chatroom was dat toen. En dan kon je met elkaar kletsen. Toen zat jij er ook altijd bij. Zeker. En dan was er een vrouw. En die haar man was bij haar weggelopen. Mijn kinderen die waren onhandelbaar. En zij was emotioneel dat aan het vertellen. Ja. En toen vertelde jij op een gegeven moment wat jij met haar zou doen als jij met haar in één kamer was. Ja, ja. En toen zei Ronald was al heel lang stil. Ja. En op een gegeven moment zei Ronald, toen jij dat verhaal stelde, zei Ronald, nou, hier ben ik wel klaar weer, Jan. Bedankt. Ja, je hebt geen respect voor vrouwen. Ja, ja, dat kwam. En toen hing hij op. Ja, Ronald de Boer, toch een held van jou van vroeger, hè? Voetballend zeker. Ja. Was dat dan schrikken dat zo'n Ronald jou dan zo afvalt? Nee, dat maakt me dan uiteindelijk ook niet uit. Nee. Ronald de Boer moet lekker zijn smoel houden. Want die is gewoon, heeft gewoon dat WK in Qatar aanlopen kondigen. Er worden vrouwen begraven en met stenen doodgegooid. Dus respect voor vrouwen. Als je hem geld geeft, dan steunt hij zo'n moorddadig regime. Rot even lekker op. Ja, wat dat betreft wel balen dat toen, een jaar of vier geleden, dat niet Qatar bij jou kwam in plaats van de tabaksindustrie. Ja, ja. Dat had ik. Ja. Ja, daar zat je helemaal. Zat je met zo'n tilwand op. Geen enkel probleem. Nee. Ja, en als ze op een gegeven moment zeggen, Mr. Rose, en dan is jouw veel geld, doen we dan. En dan stonden een paar van die vrouwen en dan moest je zelf met stenen gooien. Wow. Ja. Dan had ik waarschijnlijk niet de grootste gepakt. Nee, precies. Om gewoon genuanceerd over te komen. Ja, precies. Nee, dat is gewoon half land waar in plaats van. Nee, maar ik vind het vervelend dat jij net doet of ik net als Ronald de Boer dat zou doen. Dat zou ik nooit doen. Nee. Wordt niet gevraagd. Nee, maar de tabaksindustrie is een heel chique bedoeling, toch? Zeker, ja. Ja, pakjes zijn weer duurder geworden, hè? Ik weet het niet, ik rook altijd niet. Vind je daarvan als voorman van de tabaksindustrie? Ik word er niet voor betaald, dus ik zeg stoppen. Ja, stoppen. Stoppen. Maar pakjes worden steeds duurder, vind je dat goed? Nee, je moet stoppen met roken. Roken is heel smerig en vies. Maar dat is toch de bedoeling ook? Vanuit buiten het feit dat er veel accijns op zit. Kan mij nou schelen of het duur is of niet? Roken als je er zin in hebt of roken niet. Dat je er zin in kan mij nou bommen. Die hele campagne ging erover. Dat ik vind, en dat vind ik nog steeds, dat de overheid zich niet met alles moet bemoeien. Nee. Dus als jij het lekker vindt om jezelf dood te roken, moet je het lekker doen. Het is jouw lijf. Ja. Het is jouw geld. Het is jouw longen. Het is jouw kanker. Ja. Ja, nou, mooi. Ja. Dat wordt de slogan op de pakjes. Ja. Jouw lijf, jouw longen. Jouw kanker. En dan de lach. Ja. Ja, ja. Ja, zo, en als je zo maar genoeg rookt, lach je zo. Het is natuurlijk wel heel vreemd dat ik natuurlijk als, laten we toch wel zeggen, het gezicht van de tabaksindustrie, longproblemen heb gekregen. Ja. Weet je dat die Marlboro Cowboy uiteindelijk ook aan longkanker is gestorven? Ja? Ja, ik weet niet wie de Marlboro Cowboy is. Dat is een... Dat was de cowboy die altijd op de foto stond in de Marlboro reclame. Okay. Met een snorretje, met een cowboy en die zat altijd te roken. Maar de tijd dat Marlboro nog reclame op tv en zo mag maken? Ja, dat is al een tijdje geleden. Was jij nog... ik denk dat jij nog op de peuterschool zat. Ja, precies. Toen zat ik in de koning spelen. Toen zat je al aan de blokken. Nee, ik zat toen in de poppenhoek. Maar goed, daar is dan wel. Echt? Ja, ja, dat blijkt. Hè? Ik was er niet bij. Wat ik ook altijd deed... De poppenhoek. Nee. Wat ik ook altijd deed... De poppenhoek trok jou meer dan de blok in de zandbak. Ja, dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord. En wat ik ook altijd deed, toen was ik al een... I rest my case. Toen was ik al een echte womanizer. We hadden zeg maar bij het toilet zo'n schaal met allemaal van die testparfumpjes. Die je ook wel eens bij de Easy Paris mee krijgt. Ja. Nou, en die nam ik dan mee in de school en dan ging ik dan mee aan dames uitdelen. Nou. Ja. Nou, en dat was groep 7. Toen ging je, net doen of je in een parfumerie werkte? Hoe gay is dat? Ja. Jezus, wat een nicht ben je dan ook. Hè. In de pophoek. Oh meid, even een lekker geurtje in je nek. Oh, dat ruik je heerlijk. Oh, het staat zo leuk bij je pakje. Ja, nou ja, goed. Dat, en rond die tijd van die parfum was ook bij de eerste seksuele ervaring toen. Met de vrouwen was dat overigens. Want toen hadden we zo'n jat. We gingen al naar Aquadrome, dan gingen we zwemmen. Was zwembad. Ja, die is nu wegens bezuiniging, zit er geen water meer in. Maar toen gingen we in zo'n donkere glijbaan en dan werd er altijd zo'n opstopping gemaakt. Ja, heel vervelend. Ja, ja, jij kent dat. Ja, claustrofobisch weet ik ervan. Ja, ik vind het heel vervelend. Ik denk als er een opstopping is, dan moet er wel 10 man liggen. Wil jij dat zootje niet omverhaken? Ja, vind je niet leuk? Nou ja, goed. Maar goed, er was dan een opstopping. En nou, met kinderen, dan kun je dat niet. En het ging me altijd zo. En dan zat je in het donker en dan zat iedereen zo'n beetje op elkaar. Zo op 12-jarige leeftijd.
Maar je wist nooit aan wie je zat. Dus dat bleek dan vaak pas als je eruit was. Ja. Ja. Maar jij had toch gewoon groep 8 ook wel van dat soort... Jouw eerste seksuele contact met een vrouw was dat je verstopt zat in een suisbuis? Ja, in de glijbaan. Ja. Waarom vertel je dit? Het is toch echt verschrikkelijk? Ja, nee, als je een groep 8 is, zoiets toch normaal? Wat gebeurde dat? Ja. Wat heeft het met die Demi de Boer te maken? Niks, daar gaan we nu naartoe. Oh. We gaan naar Demi de Boer, want Demi de Boer die was uitgenodigd door 538. En dan gaan ze dan praten over herinneringen aan de hand van muziek. Dan is die muziek en dan moet je daar iets gaan bij. God, wat leuk. Ja, heb ik ook al meegedaan. Echt? Ja. Toen mocht je nog in het pand komen. Ja, sterker nog, toen was ze zelfs werkzaam. Oh ja. Zou jij het nou niet aan mee willen doen? Ik mag niet meer op het terrein komen, toch? Komt-ie. I pictured this year a little bit different. Staat dat echt in die song? Ik dacht dat zij een stukje knapper was. Ja, maar ik heb haar wel eens op Instagram gezien. Vond ik echt een heel knappe vrouw. Ja. Maar deze kan zo bij de kappersopleiding in Almelo zitten. Ja. Ronald de Boer, kijk mee. We hebben het nu over zijn dochter. Je hebt eerder over vrouwen gehad. Je staat er nu slecht voor. Maar goed, Ronald, in dezelfde situatie. Je bent 1-op-1 in de ruimte met Demi de Boer. Ook Demi de Boer is net uit elkaar en heeft een kind. Dus vergelijkbaar. Nou? Ronald, ik zou wel een keer met haar in de suisbuis willen. Ja, in de glijbaan. Ja, dat het dan heel donker is. Ja. Alleen anders lukt het niet. Met, nou, nee, wel. Ik had er echt van dat ze heel knap zou zijn, maar is ze niet. Nou, laat maar doorgaan. Ja, Nou, ze is inhoudelijk net zo sterk als de vader. Wat gaat ze doen? Nou, ze jank. Gaat ze te huilen? Het is niet dat ik heel ongelukkig ben of zo, hoor. Maar ik ben ook wel heel blij waar ik nu ben in mijn leven. En tuurlijk... Zwem ze hier aan te huilen? Hoop ik altijd voor mijn dochter dat ik en Ronel weer samenkomen. Het is nu voor mij Wie? Ook gewoon beter Ronel. Om een beetje aan mezelf te werken. En aan mezelf te werken. Wie is Ronel? Ronnie Flex. Heet hij Ronel? Ja. Het is te hopen voor mijn dochter ja. Dat Ronel en ik weer samenkomen. Ja. Maar wil ze dat zelf ook? Maar ze is nu een beetje aan zichzelf aan het werken. Nou, ik vind het een rare meid. Je wilt nooit voor je kinderen een gebroken gezin. En ik kom er zelf ook uit. Dus ik weet hoe dat de boel gescheiden? Kennelijk. Wij werken gewoon allebei nu gewoon aan onszelf. En maar wie praat weet, zo. We bij elkaar. Ik had in ieder geval wel dit jaar anders voor. Jaar. Ja. Zijn vader. Die praten zo. Hallo, ik ben Ronald de Boer. Ik weet het ook niet. En zij heeft dus... zo. Helemaal zo. Ja, dit jaar. Geen gemaar, maar dit jaar. Hoe kan zij praten alsof zij het gooi komt? Het gooi, ze klimt als een spraakbeperking. Maar dat komt natuurlijk door die opgespoorde lippen van haar. Al die vrouwen met opgespoorde lippen... Maar de vader is onverstaanbare boerenlul. En hoe kan het dan dat je dochter zo praat? Ik moet aan mezelf werken. Dat is toch raar? Ja. Je praat al meestal zoals je ouders praten. Jij praat net zo achtelijk als die kaasboer. Ja, zij praat opeens als een bekakte diva. Terwijl de vader een bolle boer uit... Waar komt hij vandaan? Noord-Holland. Oh. Ja, dat was nog even een goed stukje. Hè? Ja. Je hoopt toch voor het kind helemaal niet dat Lionel ooit terugkomt? Ronel. Oh, Ronel. Ronel. Ja, dat is toch een totale mafkees, die Ronel. Ja, ik heb Ronel ooit ontmoet. Ja, ja jullie hadden ruzie. Ja, weet je dat? Nou, omdat jij met iedereen altijd ruzie hebt. Weet je ook waar de ruzie over ging? Ja. Nou. Over het N-woord. Ja. Ik had toen ooit een clip van hem voorgelezen aan een oudere vrouw. Ja. De tekst. Ja. En toen was ik een racist. Ja. Toen hebben we gepraat. En toen heeft hij mij vergeven. Ja. Nou, dat vind ik fijn. Ja, en je moest bij een podcast komen met allemaal hele donkere mannen. Ja. Heel boos waren die. Ja. En die gingen jou vernederen. Ja. En jij was als een soort little bitch. Ken je die foto van dat meisje voor die gangbang? Dat is dat kleine blanke meisje. En er staan allemaal hele grote donkere mannen omheen. Met die bank. Dat was jij. Ja. Jezus Christus, wat jij gangbang. Ja. Overal zat een hele grote bruine...
Ja, maar constrictor. Die begonnen te schreeuwen iedere keer. Ja, ze begonnen te schreeuwen. Echt alleen maar... Ja, oké, doe. Nou, ik spijt me zo. Ik ben stoute witte man. Nou, ja, ik ben stoute witte man. Wat was dat? Was verschrikkelijk om aan te zien. Ja. Hoe ging jij door de knieën, zeg? Echt. De dieptroot was er niks bij. Die ding zat halverwege de 12-vingerige darm. Verschrikkelijk. Het was akelig om aan te schouwen. Akelig om aan te schouwen. Het was 3,5 jaar terug. Die ontzettende, vernederende gangbang. Ja. Het was 3,5 jaar terug en het was de eerste keer dat ik door meerdere mensen met de dood werd bedreigd. En nu went dat. Dat went op een gegeven moment. Weet jij nog de eerste keer dat jij met de dood bent bedreigd? Dat is nog voor kleurentelevisie. Maar dat is wel schrikken hoor. De eerste keer staat schrikken. Nu went het. En nu heb je zoiets ik van... Ik schrik altijd van als ik helemaal geen doodsbedreiging meer krijg. Denk ik, gaat iets niet helemaal goed? Dan gaan we naar de boodschappen. Want we hebben een boodschap speciaal voor jullie. En een hele boze boodschap eigenlijk. Want ik heb hier een mail gekregen. Maar eerst gaan we het aankondigen. We gaan naar het... Ja, en voordat we naar de mail der mails gaan die we hebben ontvangen. Pardon. Ja, gaat het nog steeds niet beter? Nee. Heeft Mallorca weinig gebracht, wat dat betreft? Ja, ik ben alleen verbrand. Heel erg verbrand. Oké, maar wanneer ga je... Je gaat toch een volgende maand naar de longarts, toch? Ja. Nou, lekker. Dat is nog even wachten. Ja. Dan gaan we eerst naar onszelf, want we hebben dit. En we hebben straks ook nog meer als u dit prachtige programma steunt op rollenpraat.backme.org. Dan sturen we u ook op wat we niet op YouTube kunnen zetten. Want dan worden we nog harder gestraft door de boze baasjes van Google en de companen. Ja, om 6 uur op donderdag in jouw doosje de extra uitzending. Ja, dat is alles wat we hierover hebben als gesten. Omdat jullie dit programma mogelijk maken met jullie donatie van maar 5 eurotjes per maand. Ja, 5 euro per maand, wat is dat nou? We zijn iets meegegaan in de inflatie, maar de inflatie raakt ons ook. Ja, en als het ons te gek raakt, dan zult u dat zien, want dan zijn we er niet meer. Nee, ook weer waar. Nee, dan worden wij... wat gaan we dan doen? Wat zou jij nou dan gaan doen? Ja, ik kan niet zo heel veel. Je gaat dan gewoon niks doen, hè? Nee, de kans is wel aanwezig, ja. En jij? Even PostNL pakketjes bezorgen. Leuk. Ja, lijkt mij leuk. We kregen een mail van onze fantastische adverteerder die reizen richting Oekraïne en Rusland verzocht. Eurocult Lito heet het. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind een rare bedrijfsnaam. Eurocult Lito. Je hebt dan Corendon Sunweb. Come to the point. Zeker. Eurocult Lito. Met een streepje ertussen. Ja. Het is niet iets wat je heel makkelijk onthoudt. Nee. Maar het is wel iemand die bij ons adverteert. Dus laten we het positief houden. Ja, Eurocult. Zoals jouw therapeut zegt. Ja, behandelen en laten weggaan. Behandelen en laten weggaan. Beste Jan en Dennis, de reclame van vorige week beviel goed. We hebben ook mails van kijkers gekregen met interesse, evenals boekingen. Voor de tweede reclame in de uitzending van morgen zijn de Rusland- en Oekraïne-reizen weer het hoofdpunt. Wel is de afgelopen week een en ander gebeurd. Misschien kun je daar wat mee. Een aantal journalisten, vooral Jelle Brand Kostius en Wessel de Jong, lopen al een tijdje veel herrie te schoppen op Twitter en hun achterban tegen ons te mobiliseren. Met woorden zoals Stalinreizen, misleiding, amoreel, zeggen dat we de weg kwijt zijn. Ze gaan meer als activisten dan als journalisten te werk. Jelle Brand Kostius heeft zelfs onze verzekeringspartner Allianz achter de broek gezeten, omdat de reizigers naar Rusland en Oekraïne gewoon verzekerden. Na beklag van Kostius. En zijn vervolgens heeft Allianz laten weten geen verzekeringen meer af te geven voor ons. Sorry, maar het is... Kijk. Je kan er wat van vinden. Kijk, ik vind als mensen naar Rusland of Oekraïne op vakantie willen, of daar een rondreis willen, dan moet dat kunnen. Mensen gingen ook naar Cuba. Toen Fidel Castro daar nog aan het bewind zat. Oh, want dat is ook zo'n interessant land. Als je daarheen wil, ga je daar toch heen? En dat moet je vooral doen bij... Eurocultlito.nl. Maar dat je dan al zegt van... ik vind daar wat van. Nou ja, heel wat. Maar dat je het Stalinreizen noemt, is natuurlijk achterlijk. Dat slaat helemaal nergens op. En dat je dan ook nog een keer dan de verzekeraar gaat bellen om te zorgen dat mensen niet meer via die verzekeraar verzekerd kunnen zijn als ze op vakantie willen naar Rusland of Oekraïne. Dan ben je, zacht gezegd, een heel eng mannetje. En weet je waar ik die Jelle Brand Kostius van ken? Met zijn witte, met zijn natte oogjes. Die jongen heeft wel van die natte oogjes. Dat is die vent die op een gegeven moment zei, tijdens de MeToo-campagne, oh ja, ik ben ook misbruikt. Ik ben verkracht geweest. En toen Matthijs van Nieuwkerk zei, oh, door wie dan? Ja, door een man.
Die heeft me gedrogeerd en toen ging ik hem pijpen. Wat een waardeloos verhaal. Gijs van Dam is die man, toch? Ja, dat is die tv-producent. Ja. Die gozer is vrijgesproken van het hele verhaal. Ja. En wat blijkt nou gewoon? Die had allemaal kostjes, had een biertje te veel op. En die had gewoon zin om ook eens een keer een banaan achter het keeltje te hebben. Ja? En dan, ik ben misbruikt. Je bent gewoon een oude pijpelientje. Dat was gewoon het hele verhaal. En je stond heel groot voor lul. En ga je dan nu op een gegeven moment zeggen dat het amoreel is om een reis aan te bieden naar Rusland? Goh, we kennen weer Jelle Brand Kostjes ervan. Oh ja, van een hele documentaire reeks over Rusland op de VPRO, waar hij doorheen reisde. Flikker toch op, klootzak. Ja, is dat zo? Ja man, je wordt helemaal gek van dat soort leuk. Mooi documentaire. Nou ja, was best leuk. Is die Jelle Brand Kostjes een leuke televisie? Nee, dat is een hele vervelende man en die denkt dat hij allemaal de wijs in pakt. En dan Wessel de Jong van de NOS. Mensen van de NOS moeten per definitie hun mond houden. Ze zijn steeds een beetje staatspropaganda uit te zenden. Ik ben heel kritisch. Nee, je bent niet kritisch, je bent een propagandist. Oh ja, maar in Rusland is er geen vrije pers. Nou, moet je vooral bij de NOS gaan werken. Godsamme kraken. Daar loop je mee in de pas met wat de overheid vindt. Ja, toen wij een keer daar voor het pand stonden, werden we weggetrokken. Als godverdomme, alsof de statie zelf ons in elkaar wilde slaan. Was verschrikkelijk. Ja, weet je dat nog? Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, was traumatisch. Ja, maar heftig. Ken jij Wessel ook? Hè? Ken jij Wessel? Ja, Wessel is een paardenlul. Ik wil dat Jelle Brand Kostjes en dit soort hele enge linkse journalisten ophouden met onze fantastische adverteerder. Euroculito. En om dat kracht bij te zetten, gaat Jan binnenkort naar het front. Om te laten zien dat het best mooi is. Elk front? Zo daar bij Oekraïne en Rusland, zeg maar. Bij Bakhmut? Ja. Waarom niet? Ja, toch? Nou, dat zult u dan binnenkort zien. Euroculito, ze deze week ook de hebben ze groeps- en individuele reizen. Ja. Ze gaan ook naar andere Oost-Europese landen en Azië. Ja. En sterker nog, je hebt nu ook 10% korting voor reizigers die boeken via Roddelpraat en dat vermelden. Happiekidee! 10% korting op prachtige reizen naar Rusland, Oekraïne of andere landen. Want ze doen ook wel meer dan alleen Rusland en Oekraïne. En dan moet je gaan naar de website. Eurocult-Little.nl. Fantastisch. En dan gaan we nu naar het Stukadoor Collectief. Het Stukadoor Collectief is het allerbeste collectief van Nederland. Voor je verbouw, herbouw, doorbouw, nieuwbouw. Opbouw, doorbouw. Wat doen ze nog meer? Latex spuiten, stuken. Zwembaden graven. Ja, keukens, badkamers. En de eigenaar zoekt nog steeds een vrouw. Dus wilt u vaak op vakantie naar Kroatië, dan kunt u ook mailen naar het Stukadoor Collectief. Want hij zoekt nog een vrouw. Liever een vrouw lichte tint of van kleur. En dan tussen de 25 en 35. Ja. Wist ik niet. Nee, ja, nou, dan weet je dat nu. Hm. Nou, daar gaan we dan. Een aanbouw vanaf 25.000 euro. Dat is geen geld. Formaat. En het stukken van wanden van 1950 voor 15 euro per vierkante meter. Dat is geen geld. En een nieuwe badkamer vanaf 5.000 euro. Dat is geen geld. Maar voor jonge vrouwen die voldoen aan de profielschets van zojuist, kan die ook een offerte op maat maken. Ja, en betalen met in natura is mogelijk. Ja. Maar wat zou je dan voor een aanbouw moeten doen? Moet je met 25.000 keer met je billen bloot? Nee. In ieder geval, ga naar stukadoorcollectief.nl voor deze prachtige aanbiedingen en meer klusjes. Wat is OJ nou weer aan doen? Wat ben je nou weer aan doen? Ik heb mijn trui aan, ik ben een lul. Oh, oké. Okay. Zijn die nou lul? Ja, lul, ja. Oh, zeg. Maar ja, dames en heren, we zijn alweer bij het einde. Het is tijd. De hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer. Dag mevrouw, dag meneer. En we zien u al heel snel weer morgen de extra uitzending om 6:00 op uw bord. Dank u wel. Dag.